Onze huwelijksfeesten hebben het dieptepunt bereikt. Er wordt muziek afgespeeld, wat Allah verboden heeft. Roddels, die is dik, die is dun, die heeft volgens mij die jurk al vorige keer al aan. Zij heeft dit en dat gedaan. Afgunst, jaloerse blikken, haat, wrok. Geen gebed. Vrouwen en mannen in sommige gevallen gemengd. En alsof dit niet allemaal voldoende is aan haram, wordt het ook nog eens live uitgezonden door het bruidspaar. Wat voor huwelijksleven verwacht je? Wat voor gezegend huwelijksleven verwacht je wanneer jij Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam bent en al hetgene wat haram is, hebt verzameld op één en dezelfde dag en op hetzelfde moment? En soms wordt het stiekem gedaan. Je wordt eenmaal uitgenodigd. Op de uitnodigingskaart alsjeblieft niet filmen. Waarop jij stiekem live gaat en daarmee meerdere vrouwen die niet gezien willen worden in vleeskledij en opgemaakt op beeld komen en daardoor zichtbaar worden voor alle vreemde mannen, met als gevolg problemen met hun echtgenoten, scheidingen, gezinnen die kapot gaan. Wil jij dit op jouw geweten hebben, beste zuster? Wil jij dit op jouw geweten hebben? Wat ga je tegen Allah Yawm al-Qiyam zeggen als jij voor Allah staat en hij zal jou vragen waarom jij dit hebt gedaan en de oorzaak bent geweest voor al die huwelijken die kapot zijn gegaan? Denk jij dat jij zult slagen in jouw leven wanneer jij de bron bent van het kwaad, wanneer jij daardoor bewust of onbewust, en we gaan ervan uit dat in vele gevallen dit onbewust wordt gedaan. En daarom zeg ik, beste zuster, ga niet live. En zeker niet wanneer het niet toegestaan is om live te gaan. Wanneer jij jouw haren zichtbaar hebt gemaakt. Wanneer jij zichtbaar bent voor vreemde mannen. Zonder hoofddoek, zonder hijab. Al die zonden van diegenen die naar al die schaars geklede vrouwen kijken, hun zonden, en beeld met mij in hoeveel dat zijn. Al die mannen die kijken. Op verschillende momenten van de dag, al die zonden die zij op hun kerfstok hebben, die zul jij op jouw geweten krijgen. Al die zonden, jij bent daarvan de oorzaak. Hoe zal jouw toestand daardoor zijn in jouw graf? Wanneer jouw vriendinnen jou achter zullen laten, nadat jij met hen ging stappen en uitging en winkelen, naar allerlei plekken met heel veel licht. Wat zal jouw toestand zijn wanneer jij achter wordt gelaten door die vriendinnen van jou? Wanneer jij komt te overlijden en in het graf wordt begraven, in de duisternis van het graf. Hoe zul jij je verweren wanneer jij geconfronteerd wordt met deze zonde, waarop jij schaars gekleed of naar buiten gaat of jezelf live uitzendt en daarmee andere vrouwen live uitzendt met al deze problemen tot gevolg? Maar Allah subhanahu wa ta'ala is genadevol. Als Allah zou omgaan zoals wij met elkaar omgaan, dan zouden wij het niet redden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is vergeefsgezind, genadevol. Een van de vrome mensen zei: als ik zou moeten kiezen wie mij zou berechten, mijn ouders of Allah, dan zou ik kiezen voor Allah. Want Allah is genadevoller voor mij dan mijn ouders voor mij. Maar, toon berouw. Wil jij in aanmerking komen voor de genade van Allah en de vergeving van de zonden? En dat hij jouw leven succesvol maakt, de juiste partner schenkt, rust geeft, succesvol maakt. Zorg ervoor dat je in aanmerking komt voor de genade van Allah subhanahu wa ta'ala door afstand te nemen van de zonden en Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen, waarop jij een gelukkige leven zult leiden, inshallah, in het wereldse, alvorens in het hiernamaals. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala diegene die het huwelijksbootje zullen stappen, een gezegend huwelijk schenken en een huwelijksfeest conform de islamitische voorschriften die alle plezier en genot en blijdschap en geluk waarborgt, alhamdulillah.